Vandaag sta ik in de jungle voor 100 dagen onder banen. En dat is een grap. Ik ben gewoon in een gebouw waar ik vandaag webcam-medewerker ga zijn. En dat betekent dat ik ga leren omgaan met social media comments. Zo, ik heb mijn social media weer bijgewerkt. Hi, ik ben Lonneke. Susanna. Hi. Hey, jij bent webcam-medewerker. Klopt inderdaad. Ja. Ja, wij pakken hier de social media op voor een groot online uitzendbureau. En daarom krijgen wij heel snel dus eigenlijk berichtjes binnen. En die moeten wij binnen een uurtje beantwoorden. Ik zie dat jullie ook echt een aftellende deadline hebben. Verder helemaal geen druk. Nee, no pressure, no, no pressure. Ik zie net dat we een berichtje hebben binnengekregen. Daar moeten we hem snel op antwoorden. Beste. Nou, het type gaat echt super goed. Moet je ook een typecursus doen hiervoor? Wij sluiten altijd af met een dakje en dan je naam. Dag. Jij zit natuurlijk heel veel achter de computer. Klopt, ja. Zoals mijn moeder altijd zei, daar krijg je vierkante ogen van. Nou, daar hebben we iets voor. Oké. Let's go. Hey, maar ik kan me voorstellen dat op Facebook krijg je natuurlijk ook heel vaak vervelende berichten. Oh, oeps. Nou, met kritiek proberen we natuurlijk altijd gewoon er iets mee te doen. Maar als iemand echt begint te schelden, dan moeten we natuurlijk ook ergens een lijn trekken. Kom, we gaan maar aan het werk. Wat nou als deze webcam, als je daar morgen mee zou stoppen? Het blijft zeg maar vraag en aanbod, dus als dit er niet meer zou zijn, dan krijg je een hoop boze berichten. En we kregen net eigenlijk een heel leuk bericht binnen van Emma. En zij is super blij met haar nieuwe functie. Het is juist heel leuk om iets persoonlijks aan te grijpen en eigenlijk iemand in real life ook te gaan feliciteren. Dus ik mag nou gaan bedenken hoe we haar blij gaan maken. Brand los. Alles mag. Ja. Nou, dan stuur ik een stripper. Taart. Of gewoon een kaartje, bloemen, vis. Emma, nieuwe baan, nieuwe prikkels. Jij krijgt van mij een cactus. Ga ik die ook zo opsturen dan? Als webcam-medewerker moet ik heel proactief zijn. Je moet ook goed met social media overweg kunnen. Daarnaast is het heel belangrijk dat je empathisch bent en trends kunt herkennen. En daarnaast natuurlijk je taalkennis. Ja. Dankjewel voor vandaag. Ja, en ik ga jou op social media natuurlijk gewoon een keer een berichtje sturen. Dat snap je wel. Cool, leuk. Yes, heel bedankt. Thanks. Op naar de volgende baan.